5 mei 2022, bevrijdingsdag. En wij vieren het hier met elkaar in vrijheid. Daar moeten we trots op zijn. Mocht u nou aan tafel willen schuiven, dat kan hier. Er is hier de vrijheidsmaaltijd. En uiteraard hebben wij een paar enkele onderdelen om van gesprekstof te wisselen op de tafel gelegd. Een vriend van mij woonde hier. Een vrijheidsmaaltijd. Hoe hebben jullie dat er zo bij ingepland voor deze herdenking? Nou, we hadden natuurlijk voor 2020 al een heel vol programma. En dat was een van de onderdelen, een vrijheidsmaaltijd op diverse locaties in de stad. We hebben alles doorgeschoven tot dit jaar. En nu hebben we dan gezegd, dan gaat die vrijheidsmaaltijd ook door. En dat is een maaltijd met vrijheidssoep. Die wordt door het landelijke comité beschikbaar gesteld. Een mooie kroes krijgt iedereen mee. Dus geweldig. Ja. Ja, en tevreden over het aantal mensen dat gekomen is? Ja, we natuurlijk meer gehoopt. Maar ja, het is mooi. Het probleem is nog steeds dat 5 mei is geen landelijke vrije dag. En dat zou het eigenlijk moeten zijn. Goed, er zijn mensen die werken. Maar we hebben hier toch, als je net achter ons zag, hebben we toch een man of 45, 50 te zitten. Nou, dat is netjes. How is it for you to be in Holland again? Well, it's always a wonderful experience. Yes. Always. Yes, I always look forward to arriving here and we always go back with wonderful thoughts. What has happened to us. In the Second World War, what was your position in that? I was with the South Saskatchewan Regiment, and I came to the unit in Belgium. We landed in Ostend, mm-hmm. And we were involved with that whole battle of the Scheldt. And following that, we moved over to Arnhem, and then eventually came down around the Mook Kike area there, where we spent the better part of the winter until the breakthrough in February. And then when that happened, then we started to move north. That was a very difficult time and very special time. And well, it was a time when you really didn't know what was happening. Mm-hmm. And you just didn't know how long you're going to be here. So anyway, we had to wait till it worked its way through all of that. Yes. Waarom ben jij hier als padvinder aanwezig? Nou, er werd gewoon één keer tijdens een van de scoutingopkomsten werd er aan ons gevraagd als groep wie mee wou doen met het organiseren van de vrijheidsmaaltijd. En ik heb me daarop opgegeven omdat het mij gewoon heel leuk lijkt. Omdat het voor mij, ik vind het gewoon heel belangrijk om ook bijvoorbeeld mee te doen aan de dodenherdenking. Waar ik samen met mijn groep ook gisteren mee heb geholpen. 5 mei is gewoon, ja, gewoon een hele mooie dag om vrijheid te vieren. Hoe wij dat nu kennen. En ik vind het ook belangrijk om vrijheid te vieren omdat er heel veel landen zijn waar je eigenlijk niet bepaald kan spreken over vrijheid. En dat wij dat hebben is wel speciaal dus. Dankjewel voor jouw bijdrage. Ja. En veel plezier nog vandaag. Dankjewel.